Hello, good morning, how are you? Hoi, goedemiddag, het is al middag, het is een heerlijke zondag. Jongens, ik ben verslaafd. Ik ben verslaafd aan Dr. Phil. Ik ben verslaafd aan Dr. Phil op YouTube. Er staan natuurlijk hele afleveringen op YouTube. En eens in de zoveel tijd kijk ik dat dan heel veel. En nu dus weer. En ik kan dus niet, weet je wel, dan kijk ik zo'n aflevering. En dan zie je de voorbeelden ernaast staan van wat er nog meer te zien is. En dan kijk ik er weer heen. En voor je het weet is het midden in de nacht. Dat heb ik de laatste paar dagen gehad. Ik vind het leuk, maar het is ook wel een beetje vervelend natuurlijk. Want zo kom je niet echt aan dingen toe die je wil doen. Dus. Maar het is gewoon zo interessant, jongens. Het is gewoon zo leuk. Nou, het is lekker zondag. Ik heb dus best lekker gechilled. Het was super gezellig gisteren. Ik vond het heel fijn. En vandaag ga ik lekker aan filmpjes bewerken. Gewoon filmpjes bewerken. Dus het wordt een beetje een saaie dag qua vlog. Maar dat is prima. Morgen ga ik naar mijn zus. Gezellig. Even langs. Met mijn mams. Stof. Oh, en ik ben aan het afvallen, jongens. En kijk mijn gezicht. Wie denkt dat ik het niet leuk vind? Tuurlijk vind ik het wel leuk. Maar ik heb het over mijn kleding. Mijn kleding zit helemaal los. Vooral mijn broeken en zo. Want ik zit nu echt in zo'n... Heb je het ook wel eens gehad dat je dus nieuwe kleding nodig hebt? Nieuwe kleding wil gaan halen? Maar dat je denkt, ik ben nu aan het afvallen. Dus wat voor zin heeft het om dat nu te doen? Maar goed, dan loop ik in die baggy clothes, weet je wel. Het valt wel mee, hoor. Maar ja, nee, ik vind het toch wel... Vooral die broek. Baggy. Ken je dat? Dus, zouden jullie trouwens leuk vinden als ik elke week een update doe of zo? Van hoeveel ik weeg, weet je wel, want het is niet. Dat vind ik dus het lastige eraan. Ik wil niet zozeer afvallen van kijk mijn lichaam. Oeh, ik ben afgevallen. Kijk, mooi lichaam. Wordt steeds mooier. Dat is het niet. Ik wil gezonder leven. En de consequentie, de consequentie daarvan zal dan zijn dat je dus het overtollige vet kwijtraakt. Wil ik ook natuurlijk. Maar niet van kijk mijn lichaam. Oh Lord Jesus, look at me. Maar het is toch leuk wel om dat proces mee te nemen, te laten zien. Want dat is iets wat je echt kan laten zien. Ik kan wel zeggen van, ik voel me veel energieker nu ik veel meer groente eet. Ik verzin me wat. Is ook leuk, maar het is ook leuk om zo'n proces bij te houden, denk ik. Dat je één keer in de week gaat wegen. Maar ik heb zelf niet eens een weegzaal. Dus, lijkt me leuk. Oké, ik ga nu filmpjes bewerken. Het is allemaal stof. Ik ben daar heel gevoelig voor. Zijn er mensen die daar ook heel gevoelig voor zijn? Ik merk om me heen dat dat niet normaal is. Dat heel veel mensen dat niet hebben. Als er stof in de lucht is, dan voel ik dat in mijn mond. Dan adem ik dat dus in en dan voel ik dat op mijn tong. Gewoon constant. En dan ga ik dus spugen als ik buiten ben. Het is echt heel nasty en onbeschoft en zo. Gewoon nasty. Maar ik kan dit niet. Ik voel nu dus allemaal stof in mijn mond. Dus dan ga ik ook naar de keuken nu. Als ik binnen ben, ga ik zo spoelen met water. Ik voel dat. Zijn er mensen die dat voelen? Als het heel stoffig is zo in de lucht, dat je dat dan in je mond blijft voelen? Dat heb ik dus. En dan zeg ik tegen mensen om me heen. Voel jij dat niet? Zo, al die stof in je smoel. Nee. Nou, dan niet. Ik wel, dus ik ga mijn mond spoelen. Kijk nou toch even en raad hoe hard ik hiervan ga genieten. Serieus. Mijn eigen homemade Subway gemaakt. Dus gewoon broodjes. En dit is ingesmeerd met basilicum olijfolie. Zo'n mix van die olijfolie speciaalzaak. Heerlijk. Gewoon een paar druppels. Dan heb ik kip gebakken met lekkere kruiden. Eerst gemarineerd. Heerlijk. Met wat paprikaatjes gebakken. Hele kleine stukjes. Nou, heb ik broodje in de oven gedaan. Heb ik kaas eronder gedaan. Zie je dat? Kaas en dan de vlees erop. En dan weer terug even de oven in om de kaas te smelten. Dan weer eruit. Dan lekker tomaatjes en verse paprika en basilicum. Je snapt toch zelf ook wel dat ik hier gewoon heel erg van ga genieten. Dat snap je zelf toch ook wel. De zon is echt zo fel altijd hier. Moet je kijken. Echt wel heerlijk. Maar je kan gewoon nooit wat zien. Dat is het vervelende aan. En in de zomer is het vet heet ook. Maar nu is het gewoon wel lekker. Alsof het geen zomer meer is. Maar goed, ik ga heel erg eten. Ik ga het niet allemaal opkrijgen, denk ik. Maar dat is niet erg dan. Kan iemand anders het opeten of kan het later opeten? Dat is prima. Ik zit nog steeds filmpjes te bewerken en Dr. Phil te kijken. En nu ga ik dus lekker eten en Dr. Phil kijken. Ik ben verslaafd. Ik ben verslaafd. Net zoals die vrouw bij Dr. Phil. Die is ook verslaafd. Maar dan aan iets anders. Lekker productief geweest en ik heb mijn 21-day challenges opgeschreven. Ja, ik heb dus het stappenplan-ding opgeschreven. Oké. Ik ga er 3 doen in 1 keer. 3 sigaretten per dag voor 21 dagen. Kijk. 1,5 uur fietsen en lopen. Het zijn 2 losse eigenlijk, maar ik doe dat verhaaltje bij elkaar. Dus 1,5 uur fietsen en 1,5 uur lopen. 3 in 1 keer, is dat wel slim? Ik vind het fietsen en lopen niet zo moeilijk, denk ik. Het enige wat ik denk is met het fietsen, want je hebt een fiets daarvoor nodig. Wat als je echt een hele dag bij iemand bent? Ja, of dan is het dus een veel en dan moet je het dus volgende dag. Dat is dus mijn ding. Als het niet lukt op 1 dag, 1 van de 2 dingen, dan moet ik... Als ik bijvoorbeeld niet kan fietsen, dan moet ik 1,5 uur langer lopen die dag. Dus dan moet ik 1 uur lopen. Wat ik wel lastig vind is beloningen. Weet je wel, dat hoort er een beetje bij dat je een beloning alvast van tevoren beslist wat de beloning gaat worden. Nou, je denkt dan heel snel aan dingen kopen. Weet je wel?
Nou, dan koop ik een nieuwe broek. Ik verzin me wat hoor. Dan koop ik nieuwe schoenen. Dan koop ik een nieuwe lipstick. Weet je wel? En ik... Nou, ik wil niet zomaar geld uitgeven aan... Ik heb niet zo'n behoefte aan nieuwe dingen, weet je wel? Ik wil wel dingen natuurlijk. Maar ja, ik vind het lastig om er iets aan te koppelen. Wat ik bij de ene heb gedaan, bij de 3 sigaretten per dag... Ik heb maar gewoon uit eten erbij gezet. Want ik wil dus al een tijd weer terug naar die burgerrestaurant in Utrecht. Want het was zo lekker. En dat wil ik gewoon binnenkort weer. En ik dacht, nou, als ik dat haal, dan kunnen we dat gewoon doen. Misschien dat ik daar dan zelfs mijn laatste sigaret kan roken. Gewoon echt. Dan is het 21 dagen gelukt om maar 3 sigaretten... per dag ook. En misschien dat ik dan kan stoppen. Ik weet het nog niet. Maar met het lopen en fietsen, ik heb geen idee. Ik moet er dus nog even over nadenken. Maar dat moet ik wel op tijd doen, want het is wel de bedoeling dat je dat dus van tevoren al weet. Zodat je daar ook een beetje, dat je het in je hoofd kan hebben van, jee, als ik dit haal, dan kan ik dat doen. Ik weet het gewoon nog niet. Ik vind de beloning ook gewoon dat het gelukt is. Dat is ook al echt gewoon beloning, weet je wel? Dus... Nou, jongens, ik heb een leuk weekend gehad. Heel veel dakteveel gekeken. Echt veel dakteveel gekeken. Totdat ik het, weet je wel, aan de ene kant vind ik het natuurlijk hartstikke fijn en leuk en gezellig en lekker. Lekker chillen in het weekend. En aan de andere kant dacht ik, oké, okay, this is getting to the point. Waar ik ook nog even wat dingen moet doen, jongens. Dus...